Tim Ariessen, SEC Racing vandaag 1-2. Plan geslaagd? Wat zei je? Plan geslaagd? Ja, plan zeker geslaagd. Van tevoren was dit het doel en is ook gelukt. Dus ja, ik denk dat ons team vooral goede begeleiding die het zo voor ons uitplant. En als er nog gebeurt, dan is het meer chapeau voor de begeleiding dan voor de renners, denk ik zo. En dus voor jezelf, blij met zilver? Ja, blijf zilver. Ik heb liever goud, maar als je dan verliest van de ploegmaat is dat een beter dan van een ander aan tafel houden. Neem ons mee naar die laatste 100 meters. Hoe gaat zoiets? Je zei, ja, we rijden met elkaar, of tegen elkaar, je rijdt niet voor Fabio. Hoe gaat zoiets in die laatste meters? Ja, we rijden met elkaar, we zien elkaar en ik geef nog een beste klap op zijn reet van kom op, dit wordt onze kans. En ja, is er gewoon allebei moraal om hard te sprinten en dat zien we in de finale ook, we zitten allebei van voren. En we waren niet specifiek naar elkaar op bezoek, maar we zaten wel bij elkaar. En ga je de laatste bocht in en dan kom ik net klem zitten en Fabio die gaat er net doorheen. En toen wist ik eigenlijk wel dat het goed zat. Je zat klem, zei je zelf? Had er anders meer in gezeten? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja, dat ga ik nu niet zeggen, maar had misschien anders kunnen lopen. Dat het is je laatste jaar als belofte. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Dat is nog een grote vraagteken. Dat weet ik nog niet. Als ik vandaag gewonnen had, dan was het misschien wat zekerder geweest, maar nu is het allemaal nog een vraagteken. Hoezo was dat dan zekerder geweest? Ja, het Nederlands kampioen is toch al een titel waar toch andere ploegen aan kijken. En dus toch, voor de managers is het makkelijker verkopen als ze zeggen van we hebben Nederlands kampioen in de ploeg. En beste belofte, hè? En dat, ja, voor ploegen is dat natuurlijk interessant. Goed, dankjewel Tim. Alsjeblieft.